Hey, what's good, it's Japan. Nou, dat zijn vechten. Super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Deze video gaat over iets wat ik niet vaak upload. Maar zoals de meeste van jullie weten, heb ik best wel veel dingen meegemaakt die niet chill zijn. Daarom wil ik jullie en mensen helpen die ook iets hebben meegemaakt wat niet chill is. Oké, als allereerste, jullie weten nog die ene video, vast zeker wel. Die heette, gaat niet zo goed bij mij. Die had ik net gemaakt na mijn hartstilstand. En toen was ik echt helemaal in de war. Ik was even. Ja, ik was niet helemaal goed in mijn vel. Op die moment voelde ik een beetje een soort van depressie aankomen en alles. Volgens mij hebben mensen dat ook wel gezien in de video. En daar wil ik het over hebben. Ik wil het hebben over hoe kom je er weer uit en hoe zorg je ervoor als je iets mee hebt gemaakt wat niet leuk is. Om dan weer gewoon jezelf te worden en gewoon weer echt goed sterk te worden. Ook puur omdat ik morgen weer naar het ziekenhuis ga. Want ik heb nogal wel een aantal volgers, dus ik kan nog wel wat mensen daarin helpen. En dat vind ik juist ook vet om te kunnen doen. Dus vandaag ga ik jullie helpen en ga ik jullie mijn verhaal vertellen hoe ik het heb gedaan. Oké, dus het begon allemaal een paar maanden nadat ik het heb gehad met die hartstilstand. Tijdens die eerste paar maanden dacht ik van, ah, boeien mij niet uit. Ik kan alles nog wel doen en ik kan heel veel dingen nog doen. Maar eindstand, dat is niet zo. Al mijn dromen wat ik had, zijn bijna allemaal wel weg. Ik wil altijd wel iets van politieagent worden of iets van sportleraar, maar dat kan helemaal niet meer. Dus dat zijn echt dingen waar je dan echt van balt, want daar word je gewoon echt boos van. Want je hebt een droom en je kan het niet meer doen. Ik was een sportman, ik speelde voetbal, ik deed fitness tegelijk en ik had vroeger altijd nog tennis. Ja, kan nooit niet meer. Ja, dat zijn dingen waarvan je nogal zagrijnig wordt. Je wil met je vrienden chillen, je wil gewoon kunnen rennen, je wil gewoon kunnen ouwehoeren. En al die dingen hou je tegen. De hele dag had ik ritmestoornis en deed pijn als een gek. En ondertussen gebeurde nog meer dingen wat niet fijn waren, maar dat is privé, daar ga ik niet over hebben. Eindstand op het duur, natuurlijk werd ik gek. Ik kon niet meer sporten en sporten was mijn ding. Ik sportte elke dag en ineens sport je niet meer elke dag. Ja, dan word je boos. Dus natuurlijk, ik ging uit, ik ging weer drinken. Ik drink te veel, ik word boos. Is dat raar? Nee, is wel vervelend voor mensen om me heen. Ja, dus ik heb heel veel avonden gehad dat ik gewoon tegen deuren aan stond te slaan. Of andere dingen. En daarna kreeg ik iets van te horen dat ik naar Beatrix op moest. Dat is een revalidatiecentrum. Revalidatiecentrum. En wat ik toen moest doen is gewoon revalideren. Wat ik moest doen was sporten en dan ging ze me vertellen wat ik kon doen en wat ik niet kon doen. En wat slim was en wat niet slim was om te doen. Dus dat was kapot handig. Want ja, door dat kan ik nu nog steeds een klein beetje sporten. En dat vind ik wel heel fijn. Maar in een revalidatiecentrum mocht ik ook naar een psycholoog. Dus zo ben ik bij mijn psycholoog gekomen. Heel vet, want met een psycholoog kon je... psycholoog, kan je goed praten. Het heeft mij wel echt goed geholpen. Want ik ben op die manier wel heel erg een beetje uit die depressie geval gekomen. Ze hebben me gewoon verteld van, ja Steven, je moet... hoe zeg je dat? Waar je mee zit, moet je over praten. In het begin was het moeilijk, want... ik ben niet echt een type die veel praat. Maar oké, wat ik zei, in het begin praten vond ik niet zo fijn met een psycholoog. Gewoon puur, ik ben niet echt iemand die snel praat over iemands, over mijn gevoelens of iets. Dus dat was een beetje moeilijk. Maar ik heb heel veel geleerd en ik heb geleerd dat je gewoon moet praten, man. Als je niet praat, dan komt het echt niet goed. Je moet gewoon veel aan je ouders vertellen. Ook al is het zo awkward of niet leuk, je moet het toch wel doen. Want ja, zij zijn degene die het meeste kunnen helpen en die het meeste zien. Voor de rest heeft een psycholoog, het is... natuurlijk wel een beetje privé wat we allemaal hebben gedaan. Dat klinkt ook raar. Maar wat we hebben gewoon besproken van hoe ik me voelde en waar ik nou precies mee zat. En wat we er tegen konden doen. Dus ik moest op het duur moest ik ademhaling oefeningen doen omdat ik verkeerd ademde. En daar kwam paniek aanvallen blijkbaar vandaan. Die had ik dus ook, maar ik wist nooit waar het vandaan kwam. Maar ik ademde verkeerd. En op die manier kom je best wel veel op andere dingen. En je begint wel gewoon beter in je vel te zitten. En dat vond ik wel fijn. Maar ik heb het wel gedaan. Ik heb er vaak over gepraat. Dus ik sta er niet meer zomaar tegen muren aan of zo als ik boos ben. Dus dat is wel fijn. Dingen wat ik echt erg had. Toen ik een beetje in die dingen ging. Want ik merkte gewoon het aankomen. Ik werd elke dag chagrijniger. Ik had geen zin meer. Ik had echt nergens zin in. Ik zat echt met gedachten van. Ja, ben ik het wel waard? Wat doe ik ergens met mijn leven? Want ik kan geen dingen doen wat ik wil. Tuurlijk, YouTube en zo vind ik heel leuk. Maar op dat moment ben ik zo zagrijnig dat ik het gewoon niet wil doen. Dat is ook de reden dat ik dit jaar niet zoveel heb gedaan met YouTube en alles. Ik zit dan met gedachten van, ben ik het wel waard? Wat doe ik? Want ik kan niks doen wat ik echt wil. Ja, en dat zijn geen goede gedachten om te hebben. Dus wat ik heb gedaan, ik heb nieuwe hobby's gezocht. Ik ben nu bezig met muziek en zo. En binnenkort komt er een heel EP online. Ik hoop dat jullie er vet veel zin in hebben. Ik natuurlijk wel. Alleen ik hoop dat jullie het snappen. Alleen dingen wat ik nu echt merkte toen ik het had, ik was elke dag chagrijnig. Nog steeds soms wel. Alleen het kwam in mate. Ene dag voelde ik me goed, andere dag was ik echt chagrijnig. En mensen konden niet aan me zien wat er echt aan de hand was.
Dus ja, en dan werd er dingen natuurlijk tegen gezegd van 17 mag je niet doen. En dan maakt het nog erger. En ik heb avonden gewoon gezeten, gewoon muziek aan pompte. En dan gewoon even een paar tikken tegen de muur aan gaf. Wat ik gewoon wil zeggen is, stel je voelt je niet goed of iets. Praat erop. Ik ga binnenkort met een zuster weer wat, nee, met een jeugdverpleegkundige wat doen. Dus heb je vragen, laat die even achter in de reactie. Voor dan zeg ik gewoon, heb je iets, praat erover en eindstand. Doei. Nee, ik wil gewoon zeggen, zit je ergens mee, kan je ook altijd berichten naar mij sturen. Want ik reageer best wel. Maar zoek altijd iemand op waar je tegen kan praten. Want praten is het beste. En hou het niet voor je, want ja, dat is niet slim. Nee.